Welkom bij het tweede videojournaal van GoTelecom. Ik zit hier vandaag met Mark Hollander. Mark Hollander is van Lifesize. Mark, stel jezelf voor. Goedendag, ik ben Mark Hollander. Ik werk sinds augustus van 2009 als channel manager bij Lifesize. En ben de tweede Lifesize medewerker in de Benelux. Mooi. Lifesize, je werkt samen met Stefan van Hoofd, de channel manager van de Benelux en Frankrijk. Wat ga jij voor onze resellers doen met betrekking tot Lifesize? Het was voor Lifesize heel erg belangrijk om een tweede persoon aan te stellen in de Benelux, omdat we een aantal partners hebben en veel klanten en we de partners zo goed mogelijk willen ondersteunen. En Stefan daar eens eentje te weinig tijd valt en vandaar dat ik daar toegevoegd ben om met name ons partnerkanaal te ondersteunen, om meer verkoop te doen, te helpen bij sales, pitches, training en dergelijke. Oké, dus als ik het goed begrijp, je gaat naar de eindgebruikers toe, grote eindgebruikers, daar ga je mensen de wegwijs maken in het land van videoconferentie. Ja, het Lifesize evangelie verkondigen. Oké, hartstikke mooi. Dus dealers die kunnen op jou rekenen als ze een mooi project hebben. Absoluut, absoluut. Nou, dat is goed om te weten. Mark, Lifesize heeft zojuist een nieuw product geïntroduceerd, Lifesize Passport. Kun je daar wat over vertellen? Ja, Lifesize Passport is echt eigenlijk de tweede revolutionaire ontwikkeling die Lifesize heeft ontwikkeld in de videoconferencing. Ten eerste was natuurlijk HD, wat Lifesize als benchmark heeft gesteld. En daar is dan nu de Passport aan toegevoegd. Een telepresence in de palm van je handoplossing, zoals de slogan al zegt. Mm-hmm. Wat op neerkomt dat je HD-kwaliteit videoconferencing kunt doen vanaf je desktop. Nou, hartstikke goed. Wat kost Lifesize Passport? Het Lifesize Passport is geprijsd op €1.999. En daarvoor krijg je dus een codec, een camera. Die HD-kwaliteit levert op videoconferentiegebied op je desktop. Maar wat heel erg belangrijk is, wat daar aan toegevoegd is en wat echt vernieuwend is, is de koppeling met Skype. Hey, koppeling met Skype. Ja, dat betekent dat je vanuit je videoconferencing-oplossing een connectie kan maken met een andere videoconferencing-oplossing. Maar je kunt ook een connectie maken met Skype-gebruikers. En dat betekent dat je in potentie 480 miljoen Skype-gebruikers binnen handbereik hebt. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus het werkterrein van Lifesize wordt gewoon een stuk breder. Vroeger had je met videoconferenties alleen de point-to-point conferenties en de multipoint conferenties. Als je maar een systeem had wat voldeed aan de videoconferencing standaarden. Dus Lifesize verbreedt nu eigenlijk het werkterrein op videoconferentie, als ik dat goed begrijp. Ja, absoluut. En maakt het met name voor thuiswerkers of mensen die in een klein kantoor werken nu mogelijk om ook videoconferencing oplossingen te gebruiken. En dus niet alleen verbaal, maar ook non-verbaal te kunnen communiceren met hun klanten of toeleveranciers of hun collega's die op andere locaties werkzaam zijn. En dat allemaal in een handzaam apparaat, wat je ook makkelijk mee kan nemen op het moment dat je werkplek verplaatst en je ergens anders weer gaat inloggen. Ja, dat is hartstikke goed. Ik zou dan willen voorstellen dat resellers van Lifesize contact opnemen met Lifesize. De contactgegevens zijn te vinden op www.lifesize.nl. Er staan de telefoonnummers van Mark en de telefoonnummers van Stefan op. Demo's zijn altijd te bezichtigen. Mensen kunnen een live demo zien in de showroom van GoTelecom. Bereikbaar in Dordrecht, na afspraak. Demo kun je gewoon boeken via www.lifesize.nl. Ik zou zeggen, kom langs. Mark, wil je bedanken voor jouw bijdrage? Ja, en bedankt voor het interview. Hartstikke, graag gedaan. Dit was het tweede videojournaal van GoTelecom. Ik dank u voor uw aandacht.